Felix Bureau voor Toerisme is in augustus failliet gegaan. Dus toen op dat moment werd de boel stilgelegd. Eigenlijk hebben wij vanaf dat moment met de curator contact gezocht om te vragen van ja, wij willen proberen of we een aantal onderdelen kunnen doorzetten, een soort doorstap kunnen maken. Dan praat je echt over begin augustus. Nou, we zitten nu bijna begin november en eigenlijk is het nog steeds geen enkel onderdeel van het oude VBT verkocht. Dat zit nog steeds allemaal in de failliete boedel. Het proces dat nu zich al een tijdje afspeelt duurt dus best lang. Wat betekent het voor het toerisme in Apeldoorn? Nou, ik denk dat het toerisme in Apeldoorn, maar ook op de rest van die Veluwe, ja, hier natuurlijk behoorlijke schade over heeft gekregen. Ondernemers hadden oorspronkelijk geïnvesteerd, geadverteerd, geld betaald, in de hoop dat zou leiden tot meer klanten en meer omzet en meer bekendheid. En wat je moet constateren is dat eigenlijk vanaf begin augustus dat heeft stilgelegen. Dus ik denk dat ze daar veel schade van hebben ondervonden. Zijn dat ook de reacties die je hoort vanuit de recreatiesector? De reacties zijn, mensen zijn natuurlijk teleurgesteld dat het VBT juist in dat hoogseizoen omviel, gesloten werd. Dat heeft schade veroorzaakt. De attracties en de ondernemers zelf hebben ook oorspronkelijk een bord uitgebracht bij de curator. Waarschijnlijk ook vanuit het idee van laten we dan maar proberen zelf wat overeind te houden. Nogmaals, wat we dan uit de wandelgangen horen is dat we zijn niet destijds het hoogste bod hebben gedaan, maar het op één na hoogste. Nou, ik heb net verteld dat de hoogste bieder er vanaf zag na een aantal weken. Dan zou je denken dat nummer 2 alsnog de bieding heeft gewonnen en daarmee aan de slag kan. Maar ook daar heeft blijkbaar de curator de zaak even laten liggen. En in ieder geval, dat is niet gebeurd. Hè. De bedrijven, de attracties, de horeca, die heeft blijkbaar niet de kans gehad om dat op te pakken. En het resultaat is, vermoed ik, nu als ik de brief van de curator lees, dat ook zij zich hebben teruggetrokken. En dat daarom de curator nu opnieuw, eind oktober, vraagt van, goh, heeft u nog interesse in wat er over is van de boedel? Mm-hmm. Nu, hebben jullie zelf ook een organisatie gevormd? En hoe ver zijn jullie inmiddels zelf met dat proces? Op een gegeven moment hebben we gedacht van ja, als het niet mogelijk is om een soort doorstart te maken, laten we dan kijken of we een nieuwe start kunnen maken. Daar zijn we druk mee bezig. Er is inmiddels een website. We zijn in contact met de gemeenten om te kijken of wij via de gemeente weer een organisatie kunnen gaan opzetten. Er wordt gezegd dat het RBT kan de beste kans maken vanuit de provincie om de taken over te gaan nemen. Wat betekent het voor jullie organisatie? Wij hebben ook gehoord dat de gemeenten nu een verzoek hebben gedaan aan het RBT kan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de Veluwe. RBT kan is feitelijk tegenhanger van het VBT zoals het hier op de Veluwe functioneren. Wij hebben begrepen van RBT kan dat zij zijn actief in het gebied Arnhem en Nijmegen, dat zij eigenlijk niet de capaciteit hebben om ook de Veluwe erbij te gaan doen. Dus we zouden ons heel goed kunnen voorstellen dat we naar een model toegroeien waarin wij zorgen voor de uitvoering rondom de marketing op de Veluwe en dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het RBT kan belegd gaat worden. Dan heb je denk ik van beide het beste binnengekregen. Ja,